It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag ga ik weer een nieuwe supply drop opening doen voor jullie. Want er zijn nieuwe dingen hier op Call of Duty Black Ops 3. Er is heel, maar dan ook echt heel veel veranderd na de nieuwe update. Namelijk, jij hebt 1000 extra levels gekregen natuurlijk om door te levelen in Black Ops 3. Dat houdt in, ik ben nog wel precies master, maar ik kan eindelijk door levelen. Aan de ene kant chill, aan de andere kant ook weer niet. Maar we gaan gewoon natuurlijk door levelen. Zoals jullie zien is de black market heel erg veranderd, want je kan nu kotpunten kopen, zoals jullie hier zien. Het is best wel duur, 5000 munten voor 40 euro, wat echt belachelijk duur is. Daarom gaan we het natuurlijk gewoon eerlijk halen door te spelen. En hier kan je ook zien wat ik heb gehaald, et cetera. En hier zie jij burn duplicates. Ik heb ze net allemaal verkocht, waardoor ik er weer 43 bij heb gekregen natuurlijk. Wat natuurlijk super chill is. En zullen jullie ook rechts een beetje zien, heb ik 200 gratis cod points. Gaan we beginnen met de allereerste rare supply drop natuurlijk. Want ik kan nou 200 cod points eraan overschrijden. En we gaan kijken wat we eruit gaan krijgen. Ze zijn blijkbaar gepatcht, waardoor we er betere dingen uit krijgen. En we hebben ook alweer dus een nieuwe gesture erbij. Voor de Ruin, Treating Gesture. Er is dus van alles bij elkaar gekregen natuurlijk. Er zijn nieuwe gestures, nieuwe camo's en nieuwe calling cards, et cetera. Ik krijg dus ook crypto tokens erbij, zoals jullie hier zien. Dat is natuurlijk mooi. En dan gaan we natuurlijk terug om deze te openen voor 10 crypto tokens. Om te kijken wat we hier uit gaan krijgen. Een nieuw dus camo, een decal en een royal camo. Die ziet er best wel sexy uit. Dus die gaan we straks wel even op de manowar aanzetten. Ik wil nog een rare supply erop doen. Gewoon omdat ze nu al gepatcht zijn, waardoor ze beter zijn geworden. Oké, okay, je krijgt er dus crypto tokens bij. Ligt eraan of je iets speciaals haalt. Dus, we gaan dan gewoon weer naar de common. Of command, ik weet niet hoe het uitspreekt precies. Maar, we gaan natuurlijk gewoon, stel als ik duplicates heb, ga ik ze gewoon steeds verkopen. Waardoor je natuurlijk weer supply drops krijgt. Maar kom op jongens. Oh, profit boost. Gesture. Die gaan we gewoon aan het eind gaan even kijken wat we allemaal hebben gekregen natuurlijk. We gaan gewoon nu even een paar dingen openen. We kunnen er iets van 40 openen en deze heb ik al. Dus dan kan ik weer iets duplicaten. En die heb ik ook al. Dus laten we weer eventjes eentje van 30 doen natuurlijk. Boom. 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 Hoeveel... Dit is gewoon het beste wat je kan hebben jongens. Dit is dus gewoon het beste wat je kan hebben qua supply drop opening. Een rare, een legendary en een epic natuurlijk. Zullen jullie zien, deze calling card is best wel sick. En Black Hammer Haymaker 12 Suppressor Variant. En de Transgression BRM camo. Deze camo heb ik ook op de ICR 1. Dus het is wel te merken dat de rare supply drops beter zijn geworden. Maar we doen nog één common. Als we hier gewoon niks uit blijven halen. Oké, we gaan nu gewoon nog eentje hiervan openen. En anders gaan we alleen nog maar die rares doen. We krijgen veel betere dingen uit. Nee, oké, jongens, we gaan nu gewoon lekker de rare supply drops openen. Dan gaan we er wel wat sneller doorheen, maar dat maakt niet uit. Boom. Boom. Ja, jongens. Dit is toch best wel lekker wat je hier uitkrijgt. Ik ben ook wel blij dat je die supply drop bonus krijgt, waardoor je weer meer supply drops krijgt. Of meer, lekker, jongens. Meer punten, zoals die crypto bonus. Let's go, hè, jongens. Als we 50 blijven halen, gaan we zo snel weer mogelijk weer een nieuwe opening doen. Spectre. Die gebruik ik altijd. Dat is namelijk de Sight, die robot arm of de Psychoessence. Ik weet niet hoe je het precies allemaal uitspreekt. Maar best wel lekker gaan we. Oké, mooie jungle party. Yes! Yes, jongens! Let's fucking go! De Manowar die gebruik ik nu echt best vaak. En deze camo is zo freaking mooi. En de Jungle Party die is nieuw. Dus die gaan we even snel bekijken op de KM44. Hey, je kan hier ook extra slots kopen. Wat is dit dan? Hoeveel... Je moet... Wat? Je moet dus coins kopen om extra klassen aan te maken. Wauw, Call of Duty. Wauw. Oké, hier. Jungle Party die doet me denken aan Call of Duty Ghost. Toen had je daar een... speciale... Kun je mijn naam vergeten?
had je daar een speciaal poppetje die ik kon kopen toen die tijd. En die was ook een beetje die kleur. Maar kijk dit, jongens. Hoe sick dit is. Op de Manowar. Oh, we hadden nog een camo erop gekregen. Zal ik te zien. Oh jee, de Royal. Nee, ik ga toch echt voor deze. Want die is een stukje mooier. Moeten we even dus snel weer de equipments aanzetten. Dan ben ik vergeten stok. Zo. We gaan weer verder, jongens. Naar de Black Market. En we gaan weer door met de Rare Supply Drops. Kijken of we nu wel weer wat chills uitkregen. Nou, oké. Weer eentje. Let's go. Het kan. Maar we moeten wel wat betere dingetjes eruit krijgen, Call of Duty. Kom op. Bam. Jongens, deze is echt geweldig. Deze calling card is echt geweldig. Ik heb hem aangezet. Holy shit. Wat is die geniaal. Echt waar. Oké, we gaan gewoon door. Jongens. We hebben een van de mooiste camo's gekregen op de VMP. De Storm camo. Die had ik ook op de handgun variant. Maar die gaan we hier ook gewoon lekker op aanzetten. Huppakee. Heel mooi natuurlijk dit allemaal. Echt. Fucking awesome. Let's go. We gaan weer even door. Oké. Dit is wel te doen. Deze ICR-1 suppressor variant gebruik ik niet al te vaak. Maar. Weer een nieuwe gadget. Dus we gaan weer eentje openen. Zo gaan we wel echt door de supply drops heen. Of door de tokens heen natuurlijk. En weer de Transgression camo. Nu op de MR6 natuurlijk. En Aldon Firebreak Treatment Gesture. En nou, laten we voor de gein nog even één common supply drop openen. Here we go. Nee. Oké, een nieuwe emblem. Maar dat maakt me niet uit. Je krijgt het echt duidelijk nu uit deze beta. Dus jongens, het kost je wel 20 tokens meer. Maar ja, je krijgt er betere dingen uit. Dus vandaar dat ik gewoon deze blijf openen. En dat is wel goed. We krijgen echt veel gestures. En de jungle party. Holy shit, jongens. Oké, we krijgen ook steeds weer van die crypto key bonus erbij. Dat is ook best wel fijn. Dus we kunnen dan weer iets meer supply drops openen ofzo. It's all I wanna do. Jongens. Ik ben één van de luckiest supply drop openers op Call of Duty. Geloof mij nou maar. Wat jullie in FIFA hebben als je goed bent met FIFA. Heb ik gewoon met fucking Call of Duty. De Ice Camo. De Good Fight Battery Tant. En de Sunshine VMP camo. Holy shit, boys. Holy shit. Oké. We gaan ze nog even door openmaken natuurlijk. Want dan kunnen ze daarna alles laten zien. De Gem camo. Nog een gesture. En de Monochrome Vesper camo, jongens. We gaan niet normaal hard met dit. Boom. Oké. Dit is een van de laatste supply drops opening van deze, geloof ik. Huppakee. Oh. Net geen triple legendary. Holy shit. Jongens toch. Oké, we kunnen nog eentje van deze doen. En dan nog een common supply erop. Dus dat gaan we gewoon doen. Bam. Bam. En bam. Nou, dit is helemaal niks. Dus jongens, deze hebben we niet gezien. En doen we nog eentje van deze. Trade Crypto Echo. Crypto Keys. Oké. We hebben dus een mooie Bandito Man of War Suppressor Firearm. En we gaan nu even kijken naar onze classes. We beginnen bovenaan. Met de M8 hebben we niks gaan. Hier hebben we dus opgehaald de Jungle Party camo. En dit is de Ice camo. Nou, die ga ik erop zetten. Die is veel mooier. Holy shit, jongens. Oké. Man of War. Daar hebben we verder eens niks op gehaald. Wel een suppressor. Dus doen we even dat eraf. Dan doe je... Waar staat de suppressor? Hier zo. Dan doe je hier... Dan druk ik op personus en staat hier de bandito. Holy shit, die ziet er best wel sexy uit. Kijk het verschil eventjes, jongens. Maar ik gebruik geen suppressor in deze game. Gewoon een stokje erop. ICR 1, geen camo. De Vesper wel. VMP ook trouwens. De Sunshine camo. Maar de Storm is iets mooier. Maar ik heb geen Vesper aanstaan. Dus gaan we even snel kijken. Vesper hier zo. Camo's. Hier hebben we dus de Monochrome. En voor de rest niks anders. Maar jongens. Dat was de supply drop opening voor deze week. We hebben geen nieuwe secondaries uitgekregen, by the way. Of heb je die al gelijk? Ik ga even kijken.
Voor mij heb je die misschien nog gelijk. Nou, hier. Je moet ze dus echt uit een supply drop halen. Het zijn de Knuckles. Dus die, ik weet niet, dat moerding. En de Butterfly Knife. Dat weet ik wel in ieder geval. Maar ja. Mocht je dus genoten hebben van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog aan natuurlijk. We gaan nog even snel, voordat ik de video afsluit, naar alle specialist dingen kijken zoals je hier ziet. We hebben een nieuwe tweet en gestures. Gravedigger. Ah jongens, deze is mooi. Deze is mooi. Die laten we aanstaan. Hebben we hier ook eentje? Ja, ja, we hebben er zeker eentje. Oh yeah, bitch. Oh yeah, homie. Oké. En back of card, wat is dit dan? Oh, dat heb ik nog nooit gezien. Hier hebben we dus ook weer drie nieuwe voor. Dan de Gravedigger, die hebben we net al gezien. Break You, die is wel gaaf. En de Praise Me. Ziet er wel cool uit. Ziet er wel cool uit. Ik vind die andere gaver, maar hier hebben we dus ook weer iets nieuws. Deze hebben we dus nog helemaal niet gedaan. Oké. Ja, good fight. Knuckle Sandwich. Good fight, guys. Ah, ja, jij wel, hè? Cheeky little bitch. En hier de Roar. Deze ziet echt pakken raar uit haar. Oké. We hebben weer wat nieuws. Black Market, The Night. Oké. En hier de Good Game. Chest Pound. Nou, dat is hier weer die homie ding. Hier hebben we weer twee nieuwe dingen dus. Al dan. Hij veegt even zijn handen af. En stomp. Hij maakt iets kapot of zo. I don't know. Hier hebben we ook weer twee nieuwe. We hebben hier de Junkyard. Die. We hebben ook. Nee, die hebben we nog niet. Dus ik heb bijna de hero hiervan. Ah, deze is wel mooi, deze is wel mooi. Hier hebben we er nog drie. Break you. Oké. Praise me, dat is die. Gaat die zo staan? Ja. En de shrug. Ah, weet ik niet. Oké. Dan hebben we later firebreak hier zo. Al dan. Dat is die weer. En dat was het, jongens. Dus, mocht je nooit even deze video, laat even je blauw duimpje omhoog. Dat natuurlijk helpt mij enorm. En dan hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus vergeet niet, vanaf maandag komen er 3 video's per dag online. En dan zie ik jullie bij een van de volgende video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.